in the middle of nowhere. Voor de perfecte foto. We doen alles voor de perfecte foto. Ja, vasthouden. Chill, are you there? Ik begin altijd ergens aan en dan wil ik het nooit afmaken. Deze glow is toch echt insane. En dat hou ik echt dus de hele dag aan. Welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog laten we heel veel zien van onze trip nog naar Marrakesh. We hebben heel veel leuke beelden van Marrakesh. Tot de baby shower van onze sis Romelie. Tot de hele nestelrang van Marie dat we de kamers opruimen. En we krijgen een heerlijke behandeling bij Bloei Instituut. Dus... zijn jullie weer benieuwd naar deze vlog? Blijf kijken en abonneren en duimpjes omhoog! Zo, we zijn net geland. Wij gaan onze rijders ook deel hebben. We zijn in Marrakesh stils om onze nieuwste wintercollectie te shooten. Ja, het is 40 graden, wij gaan winter shooten. Maar alles voor de foto! Ik draag de heerlijke catsuit van Reinders. Jules draagt ook de nieuwste collectie sport. Zo. Wij gaan een hele leuke guilt trip doen. Ja. We gaan nu naar ons hotel. Nou, eerst de koffers. Work and pleasure. En dit is hier. Is wel heel leuk, hè? Ik heb er nu al zin in. Wordt helemaal goed geholpen. Helemaal begeleid, hè? Ja. Deze poesjes. Wij zijn eruit al eten, daarom is ze blij. Ja, Marie is nu blij om het eruit te eten. Komt niet in de rij op te staan. Deze arme man. Nou, we zijn echt de slechtste vlogster ever. Maar het was zo heet en warm. Nou, slechtste. Dat we alleen de hele dag hebben geshoot. En nu gaan we even lekker uit eten. Wel foto's maken, maar even relaxen. Hoe leuk, we zijn allemaal in het zwart. En het was een topdag. We zijn in blauw. Het was een topdag. Ik draag vandaag de Lily set. Helemaal nieuw. Cute. En Shield de Megan set. Dat is echt de enige. Ik wil iedereen toch hebben. En die schoenen. En die schoenen. Schoenen. We zijn op de markt. En Marie die is druk bezig. Met alles komen. Marie foto. Ja. 1, 2, 3. Ja. Alles aan het kopen hier. Ik daarentegen koop helemaal niks. En haar. Ja, die vind ik dan nog wel schattig. Maar ik heb... wij staan erbij. Ik heb er helemaal niks mee. Voor mij, bij mij thuis. Hè? Want ik vind beelden bij Marie. Maar bij mij... Marie, we zijn nu een foto aan het maken bij de hoeden. Maar ik kreeg een hoed. Ik kreeg een hoed. Maar laten we even afdoen. Leuk bij het stijl. Ja, hij vond hem heel schattig. Maar alleen het verpest wel even de vibe van het mooie tentje. Het wordt nu hartstikke leuk gemaakt. Kijk nou, alle naampjes. Zo schattig. Oh, we kunnen niet meer. Maar we keep going strong. Hé Har. Ons 80 lookje van vandaag. Met 40 graden. Door de big square. En Marie heeft weer een mand. I don't have walls. Oh, Marie heeft weer iets op de kop getikt. Een love basket. Ik ben benieuwd hoe duur dat kleed is. Oké, we hebben hier heel veel leuke dingen. Het zit tegenover de spice shop. En dan kan je dus alles laten personaliseren ook. Wat hier staat. Oh, we hebben de foto's gemaakt. Maar het is stikheet. We kunnen niet meer. Maar onze make-up zit in 40 graden nog steeds on fleek. Ik weet niet hoe hard hij het fixt, maar... Met fix spray. Oh, al die enge diertjes. I'm doing fine, thank you. Oh, al deze dieren, jongens, wat eng. Ik denk niet dat dit echt wat voor ons is. Oké, wij slapen in Royal Mansour. En wij hebben een super mooie riad, hè Marie? En ik ga jullie even alles laten zien. Ik sta nu op ons terras boven. Hoe mooi. Met een eigen zwembadje. Niet groot, maar wel heerlijk. Douchen. En hier beneden neem ik jullie even mee. Heb een heerlijke set. Wat ook heel leuk is. De riad is 3 verdiepingen. Dus mega groot. Ik zal nu even het beeld om. Even kijken. Trap nummer 1. Ik film dus van boven naar beneden. Aangezien ik boven was. Boven heb je dus het dakterras met een wc. De tweede verdieping heb je een prachtig meisje. Heb je de slaapkamer. Hier hebben we elke keer ons gemake-upt met haar.
Dan hadden we hier onze hele eigen klaffet van gemaakt. Hoe leuk. En dan de stunning badkamer. Het bad is echt mega. Echt mega, mega. Wastafels. Hallo. Heerlijke douche. En alles was helemaal in sferen van Marrakesh, zoals jullie kunnen zien. Hier hebben we nog een kledingkamer. Voor eventueel nog meer spullen. En hier is dan nog een extra kledingkamer. Dan gaan we naar de eerste verdieping. En weer met de trap. Trap nummer 2. Gewoon een balletje. Trap nummer 3. En dan komen we bij het keukentje. Nog een badkamertje. Een heerlijke zit. Dan hebben we hier nog een zitje. Allemaal heel fancy. Met een hele mooie bank. Een heel leuk welkomstdingetje. En dan hebben we ook nog ons binnentuintje. En dat is heel normaal voor een riad. En hier staan Harley en Marie mij weer op te wachten. Hallo. En dit was onze laatste keer eigenlijk in onze riad. Ja. De deuren zijn mega groot. Zal ik even laten zien als Marie ervoor staat. En haar. Look hoe groot. En alles heeft hier prachtige kleuren. Moet je eens even kijken. Dat is onze riad in Marrakesh. At number 19. Royal Mansour. En Royal Mansour staat ook bekend om het allermooiste spa. Dit is toch niet normaal. Kijk even die bloemen en die zit. En dan heb ik jullie een beetje alles laten zien van Royal Mansour. Ik ga nog even de tuin laten zien en het zwembad. En dan hebben jullie een beetje alles gezien. Oh, ja. Dit is dan het heerlijke zwembad waar we niet van hebben gebruik gemaakt. Aangezien het bloed heet, zijn wij alleen maar druk bezig zijn met campagneshooten. En dan hebben ze de ontbijtzaal. Hier. En Harley zit al lekker aan tafel. Te eten. Of nog niet te eten, maar te zitten. Nou, dus wij hoorden heel zijn. In het midden of nowhere. Voor de perfecte foto. We doen alles voor de perfecte foto. Dat is wel heel erg mooi, hè? Ik ben zo benieuwd naar welke tent we worden gestuurd. En het is echt, denk ik, temperatuurvol. Echt 40 graden. Het kan. Het is zo warm. Het gebeurt er niet veel. Zie je echt temperatuur? Jezus. Temperatuursgevoel 40. Wij zoeten de winter. We houden vast. Alles voor de foto. Zeg even dat ik zo raar, of ja, ik loop zo raar. Hele mooie schoenen aan heb. En hier een mooi steentje liggen. Die zijn nu al bijna helemaal kapot. Misschien beschadigd. Ik heb eindelijk mijn westernlaarzen aan kunnen doen. Die wij denk ik al 6 jaar in onze kast hebben. Wat ga je nou doen? It's a whale. Er is een walvis aangespoeld. Is dat leuk of niet? Is het stom? Ja, heel leuk. Ja, dat is wel leuk. Je ziet je benen. Ik brand alleen echt mijn hele arm af. Iets meer naar voren. Oh. Been omhoog. Oh, je hebt het elastiek. Marie die heeft nog energie te veel. Die denkt, ik ga even een Maui-steen maken. Oh. Wat een idioot. In 40 graden. Nou, mij niet bellen. Marcel. Oh my god, jongens. Het is nu 5 uur 's nachts. En kijk nou, we gaan naar een luchtballon. Ik vind het heel mooi, maar ook doodeng tegelijk. Hoe groot wordt dit? Niet normaal. Bezig. Ik vind het ook hier zo'n vuurpyromaantje binnen. Ben jij dat ook? Ja, ik vind het ook. Ik heb er nu wel iets meer zin in dan ik zenuwachtig ben. Ja, ja, ik ook. Oh, kijk hoe groot! Oh, de figuur is uit de wereld.
Landing position. We gaan op de grond. 3. Ah nee, nog niet. Nog niet, we zweven nog. Na een vroege ochtend en in de luchtballon te shooten, gaan wij nu even lekker spa en dan naar de airport. Ik ga hier wel. Dus hoe ga je daar zitten? Vind je het leuk? Omdat we met z'n allen. Oké, ga maar. We gaan soort meiden. Ik ben nog helemaal verbrand. We hebben een uurtje in de zon gezeten. 2 uurtjes. Ik voel het wel, maar ik ben. Oh, we gaan morgen naar de regen. Dan denk je, oh, had ik maar nog maar een beetje genoten. Lekker mooi. Nou, het scheelt toch lopen. We gaan nu lekker een massage nemen en dan richting de airport. Dan zijn we helemaal zen. Ja, ik heb na al die dagen weer. Echt wel, Harley is een hartstikke make-up tas. Ja, maar is niet zwaar. Tuurlijk is het zwaar. Ja, het is wel zwaar. 3 paar schoenen in. Ja, dat is toch heerlijk. Ja. Hoi. Dat lijkt hier niet lekker. Over Marrakesh. We hebben het nu pas geüpload in deze vlog, omdat onze collectie eerst niet live was. En nu staat alles live en we krijgen zoveel vragen over dat we dachten, hoe leuk als we nu onze Marrakesh content aan jullie laten zien. We hebben heel veel leuk gevlogd. We beginnen eigenlijk dat we geland zijn, dat we naar ons hotel gaan, Royal Mansour. Hier hadden we een eigen Medina en dat was echt insane. Het was niet normaal. Het was alleen super rustig. Toen dachten wij van, hoezo is het hier zo rustig? Maar wij zijn in het hoogste seizoen. Nee, niet in het hoogste seizoen. Nee, echt in het laagste seizoen met de hoogste temperaturen naar Marrakesh gegaan. Om de winterclassie te shooten. Kan iedereen aanraden. Niet dus. We hebben het overleefd, maar normaal gesproken is het wel heel hard werken. En dit was ook nu wel echt genieten. Overleven in de hitte. Ja. Daarvoor echt hebben we ook niet heel veel gefilmd met het shooten. Want het was gewoon, we zaten onder de blaasjes van de hitte. Zweet. Nou, het was. Harley het is nog nooit zo erg verbrand geweest als deze trip door de woestijn. Nee, dat was ook dus heel het erg. Echt heel erg geweest. Maar we hebben wel heel veel leuk beeldmateriaal. Marie is in love met Marrakesh. Ik daarentegen niet zo. Ik vind het qua eten wel heerlijk, maar echt die en markt. En omgeving, maar je bedoelt niet zo qua spullen. Nee, qua die markt, daar was jij echt andeloos. Thuis, ja. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Help, help. Ja, maar we hebben wel hele leuke gepersonaliseerde tasjes laten maken. En jij hebt die hoed nog laten zien van Rocket voor het strand. Ja, die is, ja, dat zijn die wel is echt schattige schrompel. Dingen. Eentje water, maar het ja, was hartstikke schattig. Oké, okay. Dat vind ik altijd leuk, maar echt, jij kon wel een hele dag op die markt vertoeven. Ja, heerlijk. Wanneer ik thuis heb staan, denk ik van, ik wil nu niks meer kleuren. Heb ik ook gefilmd hoe jij het afdingen bent? Ja. Oh, deze vrouw. Ze vragen dan serieus €30 voor iets. Zegt ze, nee, vind ik het duur. Vind ik het duur. Nee, maar ze beginnen altijd te hoog, hè? Tuurlijk. Dat ik dat maar jij bent wel heel erg. Nee, dat is gewoon een zakenvrouw. Ik kan gewoon lekker afdingen. Ja, oké. Okay, nee. Marie, die denkt zo erg af dat ik het zielig vind dat ik maar weer wegloop. Maar we hebben heerlijk in Royal Mansour. Dat is een van de mooiste hotels vinden wij op Marrakesh. Helemaal in de Medina, als je die echt die sfeer van die Marokkaanse huizen wil ervaren en kleine baadjes en gewoon heerlijk. We hadden helaas geen tijd om daar heerlijk in de spa te vertoeven. Nee. Maar Marrakesh staat daar ook zeker bekend onder hammams en noem maar op. Ja. We hebben dus 1 dag geshoot in de omgeving van ons hotel. 1 dag in de woestijn. Wat ja, dat heb ik al een stukje gefilmd. De Arafafgai. Afgafai, desert. Desert. Nou, ik heb 1 stukje Marie gefilmd op een auto hoe we die foto hebben gemaakt. Die zullen we misschien wel inplakken als het leek wel lukt. Maar een bakplaat. Het was zo heet. En wie verzint het om een zwarte auto te huren met 50 graden? Ja, en zwart aan, hè? Nooit overnacht. Nee, we waren levensverbrand. Maar ja, ze zijn wel superleuk geworden. De foto's zijn superleuk geworden. We hebben nog heel veel content nog om te posten ook van de woestijn desert shoot. Ja, en we zijn ook in een hot air balloon geweest. Ja. En ik moet zeggen, na expeditie vind ik bijna niks meer spannend. Nee. Ik heb daar echt 100.000 kleuren in mijn broek gescheten bij elke opdracht. En nu denk ik wel dus, wow. Valt wel mee. Dus in die hot air balloon, ik vond het wel dat je gaat echt wel heel hoog. Ja, dat dus je denkt, begin eventjes even eerst laag. En dan hoe meer wij op gemak, we moesten namelijk ook gewoon omkleden in die air balloon. En het wiebelde als de mannen. Ik vond het doodeng. Dat was op zich een challenge op zich. Maar het is wel iets wat we nooit meer vergeten. Zo. Nee, het is wel echt een once in a lifetime experience. Dus als jullie echt een keer naar Marrakesh gaan of Marokko, echt zo'n air balloon is echt enig. Maar we hadden niet verwacht dat het zo vroeg werd opgehaald. Hè? 6 uur ochtends. Nee, was het maar 6 uur. Het was 4:30. Was het 4:30? Ja. Oh, het was 4:30. Wij wilden de ochtendzon meemaken. Ja, 4:30. En het erge was nog, toen hadden we uitstel omdat er te veel wind stond. Of niet? Er was iets, dus dat uiteindelijk hebben we de ochtendzon niet meegemaakt in de hot air balloon.
Nee, die was op. Die was op. Was die al op? Ja, we waren iets te laat. Oh, nou in ieder geval. Hè? Het was waanzinnig. Het was superleuk. En heel veel werk. Ja. We hebben het laatste dagje wel nog heel even 2 uurtjes bij het zwembad gelegen. Bij Ford. Zie ons Four Seasons. Dat was onze laatste dag. Dachten we gaan even naar een spa-hotel. We hebben zoveel gezweet en gewerkt. Daar hebben we inderdaad wel massage genomen. Ja, toen zijn we gewoon wel de hele dag zonder make-up in een badje als na die airballoon. Zijn we even rustig gaan relaxen. Ook voor Harley, want anders wil ze nooit meer met ons mee. Nee. En hebben we heerlijke spa gedaan en zwembad gelegen en toen door naar de airport. Dus dat was wel voor de laatste paar uurtjes wel relax, maar dat mag ook wel. Na. Ja, we stonden om 4:30 s'nachts op, dus we hadden wel al een hele dag erop zitten toen we om 1:00 s'middags terugkwamen. Ja. En we moesten rond 5:00 weer naar het airport. Dus we hebben een paar uurtjes even nog even niks kunnen doen. Maar Marrakesh is echt sowieso heel erg fijn. Wij vinden het altijd heerlijk om daarheen te gaan. Ik vind het eten vind ik niet normaal. Zo nee. Lekker. En de plekken en de plekken. Mensen. Alleen de markt is gewoon niet helemaal mijn ding. Wel gewoon om er te lopen, maar ik ga niet met 100.000 spullen zoals Marie naar huis. Ja, liefst heb ik ook al die kleden mee, maar dat helaas. Alleen koffers. Oh. Ja, hier je arm. Oh mijn god. Het voelt heel mooi. Nou, oh, I'm starting to cry. Ik voel hier een strik. Dat is het enige wat. Ach, Marie, wat heb je dat goed gedaan? Ja, nou hè? Je mag hem zo gaan. Ja, ik wil het ook zien. Ja, ik wil het huilen. Ja. Kan ik er niet avondmiddag naar de bruiloft? Nee, jij de bruiloft. Oh, de kaartjes is niet van. Oh. Manon, ben je ook aan het huilen? Je ziet mijn hoofd helemaal niet natuurlijk. Nee, perfect. Jij wil deco toch? Jij wil slank. Ja, juist. Ja. Maar dit is ook slank genoeg. Ja, voor nog een echt prachtig. Ja, voor hoeveel lang nog? Nou, nog voor €4.000. Ja, nou, dat valt best mee toch? Kijk, nee, ik ben een achterstand zuur. Jeetje, wildig. Nou, is Livia en Lima, wat vinden jullie van? Ik ben een prinses, volgens mij. Ik ben een hartstikke prinses. Oh mijn god. Maatje, dat is een foto van jullie erbij. Ik wil voelen. Ik heb de aanstaande ogen. Nee, dat mag ook niet, jongens. Wij zijn gisteravond laat teruggekomen. En geen tijd om te rusten, sowieso niet. Maar met de kids ook niet. Maar nu is vandaag Romeo baby shower dag. Dus ik draag vandaag een Sarah Colbert jasje. Het thema is Babyland Disney. Dus ik krijg allemaal oren op met strikjes. Dus vond ik matchy. Ja, mijn favoriete broek. Mijn denimbroek van Attico. En dan Chanel hakjes. Alle spullen mee. En gaan. We gaan boodschappen doen. Want het is vandaag Romeo baby shower. We zijn helemaal over de top boodschappen doen. Mensen denken echt... Gewoon een spijkerboekje aan. Ja, ik dan. Valt ook wel mee. Oh. Laat ze drinkspullen halen, dan naar de winkel. Weghouse. Maar het wordt echt wel fucking mooi. Welcome to the happiest place on earth. We hebben het Disney thema. Het is echt niet normaal. We hebben echt helemaal uitgepakt. Want ze heeft voor Bel geen baby shower gehad vanwege COVID. En ze houdt van Disney. Dus we hebben alles in Babyland thema. Sweetcakes van Melis Candy Shop. Maar we hebben ook nog andere sweets van lemon, keur tot framboos, pastries, alles. Ook met prachtige bloemen. Romee houdt van eten, dus we wilden helemaal uitpakken. We krijgen nog sushiboten. We hebben Mona Moktos natuurlijk hier. Echt superleuk. Hip Hop Rave heeft natuurlijk weer de hele aankleding gedaan. We zijn nog finishing touches aan het doen. Ogen dicht, ik ben filmen. Help maar. Of je kijkt gewoon echt naar beneden. Ik kijk echt niet. Kom maar. Ik kijk echt niet. Nee, het is niet een mooi onthaal, maar goed. Ze moet verstopt in de voorraadkast. Ja, zo. Ja, ja. Echt door. Ja, nu moet je. Waar zijn de schoenen eigenlijk? Kun je het oog open doen? Ja. Ja. Wauw. Oh, hij is heel mooi. Heel leuk. Oh, wat leuk. Oh, wauw. Je ziet er ook zo mooi. Uh-oh.
Dat hebben we eigenlijk heel leuk. Ik kom maar dat het geen 40 meer. Dus ik kan ze beter het groot kopen. Nee, 39 is goed. Nee, zo hier, achter. Heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe ik eruit zie gewoon. Het straalt dan ook meteen. Ja. Ja. Oh, ja. Oh, we zagen het filmen. Daarmee kan ik helemaal niks filmen. Babyland. Het is echt te gek. Hoe leuk. Not normal. We moeten wel helemaal buiten de winkel staan, man. Ja, moet ik haar dit nog geven, Sjoel? Nee, kan. Huh? Nog niet? Kan je nu omdraaien? Nee, iets verder weg, toch? Anders ziet ze de onderkant niet, waar ze op staat. Wat wil je nu? Wat verder weg, anders ziet ze niet waar ze op staat. Omdraaien of niet? Even kijken, maar een paar stapjes. Iets meer naar voren. Ja. En nu omdraaien. Ja. Ja. Oh, wat cool. Oh, wow. Is het mijn winkel? Ja. Oh, wow. Mooi, hè? Ja. Leuk. Ik denk dat het echt voor niemand zo. Ze waren allemaal huis. Mooi. Jezus, Disney. Die zegt ja. Andersom. Wat zeg je? Hij moet andersom. Oh, wauw. Nou, bizar. Oh, wat mooi, jongens. Jij bent mooi. Ja. Oh, je bent prachtig. Ik voel me echt prinses. Oh, wat enig. Even kijken hoor. Moet ik dit even afdoen dan? Nee. Babyland. This is your Babyland. Nou, super leuk thema, sis. En sis? Oh, sis en sis? Nee. Ik zie weer een baby shower. Van Romein. Wat een hel. Waarom wat een hel? Marie en ik zijn ook nog voor een werktuk naar Venetië geweest. En ondertussen zijn we die hele baby shower aan het regelen. Ja, en dan hadden we voor terug. Geen baby shower heeft gehad van Bel. Wel iets intiems klein, maar dat was toen COVID. Dachten we nu all the way. En toen dachten we uit. Waar houdt Romee van? En toen dachten we Disneyland. Ja, en het werd dus Babyland. En het werd Babyland, het pastelkleuren met... Nou ja, echt niet. Van alles. We hadden bloemen, Hippie Purvey had natuurlijk de hele aankleding gedaan. We kregen wel heel veel de vragen of zij dat dan ook allemaal verzinnen. Maar wij verzinnen wel het thema en wat allemaal nodig is. Maar Chantal voert echt alles uit hoe wij het willen. Ja, dus al het is wel gekke ideeën wordt tot echt gewoon gemaakt. En het, normaal heb ik wel even mensen dat ik denk, ik moet even nakijken. Maar bij Chantal hebben we gelukkig echt rust en we weten nee, dat wij zeggen dan gewoon, we willen pastelbogen lantaarnpalen. En lantaarnpalen. We willen Mickey Mouse op de grond van gras en... Ja. Zij zeggen alleen maar oké, is goed. En het wordt dan ook echt super mooi. Dus ja, iedereen die een feestje heeft. Ja, het is no spon ook overigens. Natuurlijk doen ze af en toe wel iets gratis voor ons. Maar wij betalen haar met alle liefde, want het is zoveel werk. Ja. Dat het zeker niet helemaal kosteloos is. En daarmee wist dus een dag van tevoren wel dat de baby shower was. Dus ze konden haar en de make-up gewoon zelf doen. Alleen ze wist niet wat ze aankregen. Sjoel en ik hadden haar outfit helemaal zelf gekocht. Voor alle vragen, want ik kreeg dat onder Insta ook, de jurk was van zelf. Echt een amazing day. Romee was helemaal verrast, heel erg blij, mooie cadeaus gekregen. We hadden weer mono mocktails voor de mocktails. We hadden heerlijke sushi boten in pastel van Sushiek. Ja, medisch candies, voor de donuts, lollipops en noem maar op. En dan hebben we een hele sweet car. Ja, van Sweet Bites. Van Sweet Bites, nou het was echt... En die fotoboot was ook echt de mooiste fotoboot, die Flashback. Flashback fotoboot heet dat. Dat was echt die kwaliteit. Met daglicht. Niet normaal. Dus als jullie echt mooie foto's willen hebben. Dit meisje is ook pas net begonnen. Ja. En die heeft heel veel geïnvesteerd in die boot. En nou, zie je ook wel. Zie je echt. We gaan alles naar jullie kamer doen, hè? Ja. Want jullie gaan samen... Slapen! En ik ga ruimte maken voor babybroertje. Dus we gaan allemaal naar jouw kamer, Livia. We gaan opruimen. Oké, als je denkt, komt dit nog goed? Ik begin altijd ergens aan en dan wil ik het nooit afmaken. Maar we hebben in principe nog een kamer over voor ons lieve jongetje. Maar de meisjes willen heel graag samen slapen.
En ze zitten nu ook wel echt in hetzelfde ritme. En Sjoe en ik hebben ook altijd samen in één kamer geslapen. Dus ik vind het wel heel gezellig dat ze het willen. Dus we gaan dit mooie stapelbed van Droombeubelconcurrent. Die is nu alleen beneden een bed. Wordt ook boven een bed gemaakt. En dan gaat Livia dan boven slapen en Libby beneden. Haha! En aangezien ik heel veel kasten al heb gekocht, wordt de rechterkast voor Lima en hierachter is nog een kast voor Livia. Gaan we even alles opruimen, hè, Livia? Yeah! Ja! We gaan ons klaarmaken voor ons broertje. Auw! Achterom. Verder heb ik heel erg veel nesteldrang. Ik had nog niks. Ja. Ik heb nog niks voor ons jongetje gekocht, voor onze babyjongen. En ik had echt plek nodig, want ik heb voor die meisjes denk ik echt wel, ik overdrijf niet, 6 kasten vol. Dus ik moest echt gaan ruimen. Dus ik heb echt heel veel tassen daaromheen gelukkig kunnen doen met echt een mooie spullen. Ja, die krijgt weer een meisje. Ja, die krijgt namelijk weer een meisje. En ik heb nu helemaal Lima de kamer vrijgemaakt voor alle jongenskleding. Want de meisjes willen samen slapen op één kamer. Maar dat wilden ze eigenlijk al voordat jij een baby kreeg. Ja, ja. Ik heb eigenlijk altijd verteld dat wij altijd samen sliepen. Dus eigenlijk sindsdien dacht ik, oh shit, misschien had ik dat niet moeten zeggen. Maar ik vertrouwde wel dat het goed komt. Ze zitten wel helemaal in hetzelfde ritme. En ze vinden het ook echt heel gezellig nu met elkaar. Dus we gaan het binnenkort verbouwen tot echt tot stapelbed. Ja, en dan heeft het jongetje, slaapt toch de eerste paar. Het jongetje. Ja, ik wil nog niet de naam verklappen of zo. Ons jongetje, moet je dat zeggen? Nee, gewoon, ja, de baby. Baby. Maar die is zo excited dat hij jongetje wil. Ze zijn helemaal zeggen, jongetje. Dat hij toch eerst bij mij slaapt. Het is een paar maanden, dus we zien het wel. Ik heb nog niks gekocht. Bij de eerste heb je alles al klaarstaan. Nou, maar ik ga nu wel echt... Ja, ik denk dat je nu begint met kopen. Ja, maar ik vind het voor jongens heel lastig, wat jij ook altijd zei. Ja. Het is ook een geel of donkergroen, dierenprintjes. En ik wil gewoon babyblauw. Blauw. Ja, crème. Ik kijk heel veel gewoon een meisje. Grijs of crème, maar ik wil gewoon dat iedereen ziet, het is een jongen, blauw. Ja, je wilt echt babyblauw. Ja. Dus de kamer gaan we nog wel een beetje aanpassen van Lima. En Rocket zegt ook tegen iedereen dat hij een broertje krijgt. Ja. Zo schattig, maar hij bedoelt natuurlijk gewoon Marido kindje. Alleen nu denken mensen ook dat ik zwanger ben, maar nee. Nee. Alleen van de vorige vlog had ik dat al uitgelegd. Hebben jullie nog niet gezien? Check dan even de vorige vlog. Ja. Nee, dus we kunnen echt niet wachten. Eerst zo'n mederbabytje en dan jouw babytje. Weer kort op elkaar. En we vinden het leuk. Ik heb een jongetje gekregen in februari. En jouw jongetje wordt ook in februari geboren. Ja, meant to be. Ja, dat is wel echt leuk. Zo, morning. Ik ga even mijn gezicht aan het zo maken. Met mijn Labrador producten. Dit is echt hemel. Ik heb nu een cleanser. En ik word gewoon niet rood. En mijn huid is normaal zo gevoelig. Ik ga straks met Sjoe en Olijn naar Bloei. Heerlijke gezichtsbehandeling doen. Dus dan kan je helemaal zo de Savannah setter doen. Dan kun je dus ook een beetje mijn nek masseren. Oh, dus ik moet nog even afknippen. Dan ben ik weer helemaal ready to go. Ik ga niet te veel opdoen, want ik krijg alles straks weer eraf. Maar even een dagcremetje. En dan is mijn gezicht al weer schoon. Zo. Oh, en daarna komt Roos van Gordijnen. Want sinds ik zwanger ben, wil ik mijn hele huis anders. Dus ik krijg een donkerbruin kleed. Ik krijg nieuw behang. En ik krijg nieuwe gordijnen. Dus ik neem jullie lekker vandaag mee een dagje op pad. Lekker chill. Dus jullie blijven maar blaffen. Misschien ga ik eventjes zeggen dat ze niet zoveel blaffen. Volume, dit is echt mijn to-go time. Oh, heerlijk. Is dat niet normaal, micro? Je blijft echt de hele dag erop zitten. En normaal niet aan die behandeling van Bloei. Is het niet normaal. Right. Even nog een kleine. Het geluid is ook lekker. Ja. Heel veel mensen zeggen ook, wat vies. Nee, ik zeg, ik vind het heerlijk. Ik ook. Ik zeg, het lijkt toch wel gewoon een soort fluff dit. Ja. Kijk, het is heerlijk. Ja. Gewoon alsof je een soort geklopte slagroom op lekker je hoofd zit. Oké, daar komt ie. Oké. Ik ga proberen dit heel mooi te doen. Ja. Daar komt ie. Ja.
Zo lekker dat mijn huid dan helemaal glowy is trouwens. Ja. Oh. Hou je dat dan lang vast, ja, zeg maar? Ja, echt lang. Ja? Oh, dat is wel fijn. Deze glow is toch echt insane. En dat hou ik echt dus de hele dag aan. Ik krijg heel veel vragen over de Labaro producten. Maar als je nog twijfelt, dan moet je echt zo'n behandeling bij het Bloy Instituut boeken. Dan gebruiken ze allemaal producten van Labaro. Ik zal het even laten zien. En dan kan je meteen kijken wat je ervan vindt of niet. Ik ben er echt helemaal fan van. En mijn huid is echt nog nooit zo mooi geweest als nu. Sinds ik de producten gebruik van Labaro. En mijn favoriet is toch echt de volume. Hey Lesbeth en Lies van de vlog. Wij krijgen heel veel vragen over onze huid. Helemaal naar mijn expeditie. Deelname zijn de mensen, hoe kan jouw huid er zo mooi uitzien? Ja. Dat, nou, ik heb natuurlijk niet mijn skincare producten daarmee genomen. Maar we zijn nu wel een tijdje overgestapt van een ander merk nu naar Labaro. Ja. En we worden natuurlijk ouder. We zijn nu 29. Ja. En hier zitten allerlei factoren in om anti-aging en... Het is gewoon echt zulke mooie producten. Het is niet normaal. Ik heb normaal altijd van cleansers en toners echt heel veel rode uitslag en vlekken. Ja. En hier krijg ik het gewoon echt totaal niet van. Ze hebben ook voor SPF gewoon in dagcreme zitten. Gewoon wat ik heel lekker vind. En de volume. Maar voor alle vragen. Je moet gewoon eigenlijk zo'n behandeling bij Bloy Instituut een afspraak maken. Ja. Daar ga je alle producten van Labaro worden daarop gebruikt. En dan kan je al je vragen stellen voor welke huidtype het geschikt is. Je hoeft natuurlijk niet het hele pakket aan te schaffen. Wij zijn zelf ook begonnen. Ik dan alleen met die AHA-peel en die toner en cleanser. Omdat ik gewoon echt voor mijn gezicht schoonmaken. Ja. Ja, uit mijn mond voor mijn gezicht schoonmaken. Dus jij slaat niet meer met je make-up op? Ik slaap nu niet meer met mijn make-up op. En nee. Ik merk ook, ik heb bijvoorbeeld nu wat buisjes. Wat jullie al zien. Als ik dan die AHA-peel gebruik, de dag erna is het gewoon niet weg. Maar gewoon veel minder. Ja. En dat vind ik dus echt top. Dus ik laat onder andere even de behandeling bij Bloy Instituut zien. Met de Bloy producten van Labaroi. Labaro. Met Labaro tot hun Sifnevelous Mask. Dat is echt een heel lekker ding. Oh, dat is zo lekker. Cool, de masker. Wordt helemaal over je ogen en over je mond heen gesmeerd. Heerlijk. Dat is alles donker en cool. Dat is echt gewoon. En daardoor word je lekker helemaal in de watten gelegd met een massage tijdens het wachten. Nou, het ja, dus doe lekker heerlijk. Met een open blote hals aan. Wat is er? Ja, we zijn nu klaar. Nee, dus het was echt een heerlijke behandeling bij Bloy Instituut. Wij zijn hiervoor ook altijd al in het andere bedrijf geweest. Dus wij zijn al eigenlijk al heel lang... Toen heette het nog Knap Instituut. Toen heette het nog Knap Instituut. We zijn al heel lang zitten we bij Bloy. Ook M-Sculpting doe jij voor je buikspieren. Ja, om voor mijn buikspieren strakker te trekken. Want ik heb nu een beetje een hangend naveltje na mijn zwangerschap. Mm. Dus dat verstrakt het allemaal helemaal mooi. Dus ze hebben echt hele mooie behandelingen waar we wel echt al langere tijd gebruik van maken. Ja. En waar gaan wij volgende week heen, Rocket? Naar Shanghai. Naar Shanghai, voor papa's werk. Dus waarschijnlijk de volgende week vlog zal iets langer op zich wachten, want ik ben er twee weekjes niet. Nee, dus denk over twee weken weer. En appels plukken. En morgen gaan we appels plukken. Ja. Maar ik zal heel veel content voor jullie opnemen in Shanghai. Ja. Voor Mike's werk ga ik nemen, maar ook voor Reinders uiteraard. Dus dan ga ik jullie misschien een beetje meenemen met het proces van design. Jans! Want dat wordt heel vaak gevraagd, want dan kunnen we niet direct posten, maar dan wel weer over een halfjaartje. Ja. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. We hebben weer ons best gedaan voor leuk, veel beeldmateriaal. En ik denk dat het helemaal gelukt is. Dus dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Love, Reinders! Kusjes gooien. Hey.